Goedemorgen, Faisal, Stefan. Een stelling die ik jullie wil voorleggen. Een goed elftal is een vriendenelftal. Stefan, wat vind je daarvan? Ja, ik denk persoonlijk niet dat het echt vrienden moeten zijn. Maar ik denk dat je wel elkaar moet respecteren. En dingen die je zegt, dat je dat ook gaat doen. Bijvoorbeeld als iemand iets coacht, bijvoorbeeld. En dat je ook gewoon die coaching navolgt. Maar dat betekent dus dat er in een elftal, wat jou betreft, bepaalde mensen moeten rondlopen die leiderschap uitstralen. Ja, dat denk ik wel, ja. En is dat Faisal prettig dat je medespelers je leider ook zijn in het elftal? Jawel. Zolang het gewoon op een normale manier is, denk ik wel, ja. Wat is een normale manier voor jou? Gewoon, ja, dat gewoon met respect naar elkaar toe. Ik denk, zolang we gewoon respect is, ja. Luister nou eerlijk, ik bedoel, jij wordt gecoacht door een van jouw medespelers in het elftal. Tijdens de wedstrijd, je hebt voor jezelf het gevoel dat je goed bezig bent. Denk je dan soms niet flikker op, man? Ja, tuurlijk wel. Zeg je dat dan? Ja, soms wel, ja. Nou, dat is leuk. En dan hoor je, Stefan, jij bent leider, jij coacht van achteruit. En jij geeft een aanwijzing en je krijgt door een flikker op, man. Ja, dat is natuurlijk, dat is dan niet leuk. Maar ja, het is voor mezelf dat je het, of hij het zelf opneemt. Hoe die het opneemt. Neemt niet op. Hij doet gewoon waar hij al de hele tijd mee bezig is. Hij loopt te pingelen en heeft geen enkel oog voor zijn medespeler. Wat zeg je dan? Ja, dat kan je dan nog zo vaak zeggen. Maar als hij het niet blijft doen, ja. Dan heeft het geen zin om te zeggen, denk ik. Ja. Nee, maar goed. Ik bedoel, respect. Moet je respect afdwingen? Ik bedoel, moet het dan inderdaad zo zijn dat je medespelers ook bewijst dat jij de lijnen kunt uitzetten? Of is de trainer degene die zegt van, jongens, hij krijgt die taak? Nee, ik denk dat de spelers dat zelf wel zien wie eigenlijk de leider is. Dat je dat zelf wel afdwingt. En als een speler het niet ziet, dan heeft hij waarschijnlijk geen inzicht en dan hoort hij niet in het elftal thuis. Nou ja, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Dus, als hij jou niet ziet als natuurlijke leider, dan is het wat jou betreft geen toekomst voor deze speler. Nee, dat is zeker niet. Want, hij heeft dan zijn eigen kwaliteit om een goede voetballer te worden. Ja. Iedereen heeft andere dingen. Faisal, zitten jouw goede vrienden in het elftal? Ja. Maar niet iedereen is jouw beste vriend? Nee, niet iedereen is mijn beste vriend. En wie heb je nou een pesthekel? Ik heb aan niemand een specifieke pesthekel, maar ja, je kan met de ene beter omgaan dan met de ander. Dat is voor mij normaal. Ben je wel voor jezelf afgevraagd wie nou, wat voor type spelers het zijn waar jij graag mee verkeert en met wat voor type spelers jij minder intensief contact hebt? Ja, dat ligt toch, ja, vooral, ik heb voor mij vooral die jongens waarmee je reist, zeg maar, ja, daar heb je het natuurlijk meer contact mee, ja, en die jongens die zeg maar vanuit andere streken komen, ja, dus soms wat moeilijker, maar ik denk dat het alleen maar goed is. Ja. Maar je moet niet in. Bij jou gaat het niet om specifieke persoonlijkheden of zo. Het gaat er puur om waar ze vandaan komen. Nee. Of het jouw vrienden zijn, ja of nee? Nee, natuurlijk niet. Je bent gewoon een vriend. Als je elkaar goed kent en als je langer met elkaar in een team zit, ja, dan is het voor mij wel vanzelfsprekend dat je elkaar beter gaat leren kennen. Ja. Daaruit maak je vrienden. Ja. Maar vriendschap is niet de basis van het voetbal. Nee, zeker niet. Want ja, als je op het veld staat, zeg maar, ik kan met iemand heel goed buiten het veld, kan ik heel goed met iemand opschieten. Maar zodra ik in het veld kom, nou, dan kan ik hem ook gewoon op zijn flikker geven. Ja, maar stel je nou voor, hè? Je zou in een situatie zitten zoals nou recentelijk veel spelers van PSV en Feyenoord hebben meegemaakt. Dat er bepaalde leiders zijn in het elftal die een hele grote rol spelen bij de beslissing of bijvoorbeeld een trainer wel of niet kan blijven. En noem het in dit geval maar eens een keer geen klik, maar chemie. Hè? Welk een mooi woord. Vind je dat normaal dat inderdaad sommige spelers zo belangrijk zijn dat ze zelfs het beleid van de club mee gaan bepalen? Wat vind jij ervan, Faisal? Ik denk dat ja, dat de spelers toch belangrijk zijn en die weten hoe het voelt om met de trainer te werken. Maar ik vind niet gelijk dat de oudere spelers zeg maar kunnen bepalen of de trainer weg moet of niet. Gaat het niet een beetje ver? Dat de spelers voelen hoe het is om met een trainer te werken. Het lijkt wel. Het is allemaal wel erg soft geworden in de voetballerij, of niet? Ja, ik ben daar niet echt mee eens. Het is gewoon ieder voor zich. Moet maar kijken wat je ermee doet. Nee, moet je niet gewoon een ouderwetse ijzeren trainer hebben die de lijnen uitzet en voetballers moeten gewoon opdrachten uitvoeren, punt? Nee, natuurlijk niet.
Een trainer moet dus heel veel aandacht hebben voor de voetbalziel. De ziel van de voetballer. De ene jongen heeft meer aandacht nodig dan de andere jongen. Zeg maar, ja, de speler moet met iedereen hetzelfde banden, maar met de ene persoon moet je anders omgaan dan met de andere. Okay. De trainer moet het zelf aanvoelen. Dankjewel, Stefan.